Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe UFC 3 Career Mode. We gaan door, we gaan verder. Vorige aflevering heb ik de titel gewonnen, we zijn weer champion. En toen heb ik buiten op naar zo'n nieuw contract getekend. En deze is wel interessant. Legend contract. En ik kan de rest niet zien wat ik de vorige keer dus wel zag. Dat is even zuur. Staat dat toevallig hierbij? Nee, ook niet. Het gaat erom, we hebben een doelstelling in een contract staan. En dat heet letterlijk gewoon Become the greatest of all time. Dus ik denk dat dit ons laatste contract misschien wel is. Omdat het zo groots klinkt. We hebben aardig wat salaris per fight ook. Ik geloof iets van 200.000-300.000. Dus dat is aardig wat. En dan zijn we hier dus champion. Onze eerste fight is tegen Omari Akhmedov. Iets in die geest. Ik heb zijn naam waarschijnlijk afgeslacht. Moet lukken. We hebben betere stats. Alles is veel beter. We zijn nu gewoon bijna maxed. Dus het is wel nu altijd championship match, title fight. Dus onze titel staat op het spel. Hopelijk kunnen we onze titel langer behouden dan de vorige keer. Alright, daar gaan we. Onze titel verdedigen tegen deze. En heeft deze man ons toen niet een keer verslagen? Was hij dat? Moeten we ons nu even... Dan moet ik het nu dus beter gaan doen. En ik begin met allerlei fucking headkicks die veel energie opeten. Niet heel slim. Dus we even rustiger aandoen. Even wat jabben. No defense being played. Tot nu toe. Kan gewoon vrij raken in zijn gezicht. En ik weet niet wat hij van plan is hier. Hij gaat helemaal tegen de kooi. Ik vind het prima. Ik elbow er wel op los. Dat maakt mij niet uit. Hij blijft daar staan. Hier, weer. Het punt met die elbows is, als ze raken, raken ze wel hard. Maar ze kost ook best veel energie. Dus dat is wel een ding. Daar moeten we op letten. Oh. En zijn verdediging is volgens mij best wel goed tot nu toe. Hij kan aardig wat hebben. Gaat hij weer? Oeh! Gotcha, bruv! Oeh, je staat hier niet goed, maat. Ik zal je weggaan, bam. Beetje, zo. Kom maar los. Oh, oh, dat deed hij netjes. Dat deed de man netjes. Maar als we gewoon rustig aanvallen, raakt hij helemaal van zijn apropos. En gaat hij weer helemaal terug naar de hoek. Oh. We moeten hem natuurlijk geen kans geven om ons goed te raken. Dat is gewoon zonde. Voice cracks in deze aflevering. Hier hoor ik van mezelf. Dat was een goede jab. Kom op. Nee. Ah, hij heeft weer. Hij heeft zo'n nare timing. Altijd als ik moves wil doen, die echte power moves, wat hij dus ook doet met die trappen, is hij me net voor en raakt hij mij volop. Dit is zo zuur. Oh. En dan komt het alleen maar harder aan. En dan wint hij. Dan wint hij. Dat gebeurde de vorige keer ook. Hij had gewoon zijn timing. Heeft hij irritant goed zitten. En dan maakt hij ons helemaal af. Hoppa! Bam! Oh, hij ging gewoon neer. Oh, wat een trap. Hij wist niet wat hem overkwam. Oeh. Jeetje, wat een kick in the face. Kijk dan. Bam. Dat was een verrassing. Hoppa. En neer. Heerlijk einde. Je kunt het wel zo vaak gaan zien, maar dan wordt het er ook niet toffer op. Geef me gewoon mijn belt. We gaan door naar het volgende gevecht. Kijk wie ons volgende slachtoffer gaat worden. Zo, kijk. Dit is nog eens een gifje van onze kick. You can tell Trippix loves it when Buffer calls him the winner. Tuurlijk vinden we het leuk wanneer Bruce Buffer ons de winnaar noemt. Want we hebben gewonnen. Tuurlijk vinden we dat leuk. Wat een dom tweetje. Nou ja. Al met al. Wat een lekker gevecht. Even recoveren. Even kijken wie ons volgende slachtoffer wordt. Let's go. Let's do it. Ik wil het wel weten. Show me. Oh, Corona is back. En zijn record, jongen. 57 winst onderhand.
27 keer verloren. Ah, maak er nu maar 28 van. Want ik ga je ook verslaan, Donald. Jij en ik, we gaan het weer doen. Oké, daar gaan we weer. Donald Cerrone is back in the octagon. Om ons weer eens uit te dagen. Ho eens! Wat is dit van start? Maatje, je hebt er zin in, of wat? Die raakt in een health event. Hij raakt ons wel heel lekker voor een eerste trap. En hij heeft er zin in. Kijk hem agressief zijn, deze man. Rustig jij. Nergens voor nodig, die agressiviteit. Het is Cerrone. Hoe je de achternaam uitspreekt, hoor ik door de commentatoren. Ik heb dus al die tijd verkeerd uitgesproken. My bad. Kom op. Nee, werkt niet. Hoe break dit? Dit is zo. Hup. Laat mijn schouder los. Hier. Hoppa! Dat is wat we willen zien. Eens kijken wie als eerste gaat opgeven. Ah, man. Dat ik dat nou weer laat gebeuren. My bad. Jezus. Hij heeft harde trappen, man. Dat is eng. Oh. Hij heeft echt hele harde trappen. Hij brak gewoon mijn been. Instantly. Damn. Break. Ah, fuck. Ik moet zelf even weer in de aanval gaan, want hij doet mij te veel aan. Cerrone is aardig aan het vechten. Defend. Dank u. Get up. Dit gaan we even niet doen, maat. Trappen. Overhand punch. Nee, gaat mis. Body kick kwam aan. Dat is goed. Dit wordt heel... heel... rustig spelen, merk ik hier. Want hij is echt... hij is in attack mode, man. Trap hem. Goed. Overhead punch kan niet aan. Helaas. Oeh. Hoppa. Spinning back fist. Kom op. Nee. Dit wordt niks deze eerste ronde. Dat terwijl ik juist weer een keer had gepredikt dat ik hem in de eerste ronde KO zou slaan. Tijdens het promoten van mijn gevecht. Maar hey, hij houdt het goed vol. Snel door naar ronde 2. Ik wil wel dat het snel over is. En natuurlijk dat ik mijn titel behoud. Vooral de laatste. Oh. Vorige keer toen ik de champion was, wist ik mijn belt ook niet lang te behouden. Maar deze guy is zo wild. Test die gek op doping, man. Kijk dan. Hij blijft ook wel heel goed in beweging. Defend it. Nee, no. Hey, waarom gebeurde dat? Get up nu. Ga eens even van me af, jij. Kom op. There we go. Nee, break dit. Dit is zo'n moeilijk gevecht gewoon. Ik kom niet tot mijn spel. De body kicks komen aan. Die kwamen ook aan. Oh, wie is eerder? Oh, redelijk gelijk op. Come on. Weer de body kick. De body kicks komen echt aan. Oh, daar moest ik uitkijken. Gelukkig ging dat nog goed.
Jab hem. Jab hem. Nee, dit gaan we niet doen, maat. What the fuck? Sommige animaties, kerel. Pak hem. Heeft hij ons weer? Dat bedoel ik. Die timing van die vent. Deden we weer hetzelfde. En weer heeft hij ons. Zo pakte hij ons de vorige keer ook. Door iedere keer zijn timing net iets beter te hebben. Hoppa. We hebben Cerrone voor zijn titel zelfs verslagen, herinner ik me nu. Maar volgens mij heeft hij ons ook een keer verslagen. Dat idee heb ik een beetje bij deze guy. Daarom hou ik me zo in. Ik ben half bang voor deze vent. God, body kicks. Wat, kom op nou, waarom... Jezus. Hou je hand omhoog. Man. We gaan zelfs twee rondes door. Jeetje. Ik durf niet te zeggen wie dit zo wint. Ik denk hij eigenlijk. Wij gaan niet zo goed. You were hurt by a big strike. Zie je? Deze ronde was voor hem. Ronde 3. Come on, man. Ik moet denk ik echt op zijn body gaan. Hij verdedigt goed, man. Ik kom niet bij hem in bereik. Maar hij wel duidelijk bij ons. Oeh, dat was een goede body kick. Wat? Hoe doet hij dit nou? Hoe doet die vent dit? Man, no! No, no, no! Fuck out of here! Get the hell! No, wat? Waarom wint hij dan nou? Ook weer zoiets waarvan ik denk, hoe? Kom op. Ik doe hem ook gewoon geen damage. Ik word echt naar. There we go. Dat willen we zien. Damage bij de man. Alles wat ik heb. Goed. Ja. Map hem. Ja, ga maar daarheen. Elbows, nu. Oh, oeh, de uppercut. Oh, man. Wat een match. Maatje, dit doe je netjes. Got it. Nah, hij wint me. Oh. Die timing, ik ging ook voor de trap. Oh, hij doet het weer. Dus ik denk dat het weer hij is. Ik heb sowieso een keer eerder op deze manier verloren. Dat iedere keer die gelijk opgaande trap en mijn tegenstander de connect krijgt. De hit. Kijk, ik heb hem toch ook. Waarom kan hij er doorheen? Ja, de fans zijn teleurgesteld. Ik zelf ook weer die titel niet lang in bezit gehouden. Ik moet zeggen, als je de champion bent, het is alsof de tegenstanders opeens beter worden. Deze gast was ook echt peper in zijn reet gegeven. Ik weet niet, man. Hij ging zo hard. Maar ja, helaas. Titel kwijt. Titel kwijt. Hopelijk kunnen we nog winnen voordat we met pensioen gaan. Want ik weet niet hoe lang de carrière maar duurt in UFC. Maar daar komen we snel genoeg achter. Vond je dit leuk? Laat dan wel een like achter en deel de video. Dat kan mij enorm helpen. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.